Er was eens, in een land heel ver hier vandaan, een jonge prinses. Elke ochtend gaat ze wandelen op het veld en gaat ze naar de grote wilg. Ze liep als klein meisje thuis weg en houdt er daardoor enorm van om naar de vogels te kijken en tot zichzelf te komen. Ze rekt zich uit zoals elke ochtend, maar deze keer... Deze keer was alles anders. Er stond plots een jonge man in de weide. Ze schrok, want ze had nog nooit een jonge man gezien. Hij zag de prinses en sprak haar toe. Goedemorgen, jonkvrouw. Ik ben een prins uit Nederhem en ik ben op de dool. Kan ik u ergens heen wijzen? Dat zou zeer vriendelijk zijn. Maar ik wil me niet uit uw beeldschoon aanzicht verwijderen. Waar wilt u heen? De stad zou handig zijn. Die kant op. Wanneer zie ik u terug? Wanneer wilt u me terugzien? Morgen? Vandaag? Nu? Wacht. Ten teken dat ik weder zal keren. Hij gaf haar zijn zakdoek, kuste haar en vertrok. Ze was zo in de ban van... Slaap wel! Ze was zo in de ban van zijn verschijning dat ze niet wist wat te doen. Ze besloot dan maar de weide op te lopen. Ze wandelde en wandelde tot ze bovenaan kwam bij een klein bankje. Ze zette zich neer en genoot van een fris appeltje. Maar... Nee, Isabel, niet verder lezen. Misschien moet ik gewoon terug van pagina 1 beginnen. Nee. Oh, maar ik wil het zo graag weten. Allee, doe eens dom. Het is maar een dom boek, hè? Maar vlak na de eerste hap voelde de prinses zich vreemd. Ze viel langzaam weg en voor ook iemand het besefte, was de prinses dood. Toen de prins haar zag liggen, speurde hij tot bij haar. Ik had je nooit alleen mogen laten. Ik hou van je. En ook al ken ik je nog niet echt, mijn hart zegt dat ik bij jou hoor. Ik heb alles gehoord. Ik zie je ook graag. Ze wandelden samen weg en leefden nog lang en gelukkig als prins en prinses van Nederland. Slaap wel!